Is podcasten een hype? Is het iets blijvends of is het iets dat heel snel alweer weg zal zijn? Heeft het überhaupt nog wel nut om een podcast nu op te starten of je te focussen op de groei van je podcast? Of ben je eigenlijk al te laat? Heb je de boot gemist en ja, kan je je beter ergens anders op gaan focussen? Je hoort het in deze aflevering. Hallo, hallo en welkom bij de Podcast Mentor. De podcast waar je alles leert over het laten groeien van jouw podcast en inzetten als nummer 1 marketingkanaal. Ik ben Jessica Boots, host van deze podcast en eigenaar van de Podcast Mentor. Iedere dinsdag kun je luisteren naar een nieuwe aflevering van deze podcast vol met tips, ervaringen en inspirerende interviews. In de beschrijving vind je links naar onder andere mijn website en Instagram. Podcasts zijn inmiddels alweer 20 jaar oud. In 2004 werd het voor het eerst genoemd en het is een combinatie tussen iPod en broadcast. En dat wordt dus podcast. En in die twintig jaar tijd is er natuurlijk enorm veel gebeurd in de podcastwereld. Um, het is hier in Nederland veel bekender geworden. En ja, nu gaan steeds meer mensen podcasten. Hè. Steeds meer ondernemers zien ook het nut ervan in, die zien de waarde ervan in en die gaan podcasten. Je hoort ook wel, hè? de podcast schieten als paddenstoelen de grond uit. En ja, wat je, je dan kunt afvragen is: heeft het dan nog wel nut om zelf je eigen podcast te starten of ja, je te focussen op de groei van je podcast als er al zoveel zijn? Heeft het nog wel nut? Hè? Kom je er nog wel bovenuit boven al die mensen die ook een podcast hebben? Nou, als je het mij vraagt, dan zijn er inderdaad heel veel mensen die een podcast beginnen. Maar een heel groot deel daarvan stopt ook al heel snel. Hè. Er zijn heel veel mensen die denken: oh, ik start ook wel even een podcast. Hup, die pakken de microfoon uh, erbij en die zetten hem online. En die stoppen ook alweer na een aantal afleveringen. Omdat ja, het niet voor ze werkt, omdat ze het niet goed hebben uh, doorgedacht. Hè. Ze zijn gewoon begonnen. En nou, na vijf afleveringen hadden ze toch wel hoop dat ze er al meer uit zouden halen. Dat blijkt op dat moment niet het geval te zijn. En dus stoppen ze er alweer mee. Dus ja, als je bedenkt van oké, okay, uh, uh, heeft het nog wel nut om nu te starten met een podcast? Kijk dan ook eens naar iedereen die een podcast is begonnen en niet verder is gegaan. En dat klinkt misschien een beetje ontmoedigend. Dat is juist niet zo bedoeld. Uh, want dat betekent juist dat er juist meer plek is voor jou om jouw podcast uh, ja, te laten groeien of op te starten. Maar goed, hè. even buiten de podcast uh, die wel zijn begonnen en niet meer verder zijn gegaan, die zijn dus op het podcast Kerkhof beland. Um, daarbuiten zijn er natuurlijk sowieso meer podcasts dan voorheen. Je zult dus nu als podcaster altijd meer concurrentie hebben dan je voorheen had. En weet je, daar is helemaal niks mis mee. Want meer podcast betekent dat het werkt, dat er behoefte aan is, dat mensen graag naar podcasts luisteren. En dat zien we ook echt in de statistieken terugkomen: dat er nu veel meer mensen luisteren dan uh, ja, een aantal jaren geleden. Het stijgt alleen maar in het aantal luisteraars. Er zijn op dit moment meer podcastluisteraars dan ooit tevoren. En ja, dat is ook hier in Nederland. Hè. Er zijn steeds meer mensen die luisteren. Als ik alleen al kijk naar mijn eigen omgeving, dan zie ik echt dat het zoveel populairder is geworden. Twee jaar geleden moest ik eigenlijk nog altijd uitleggen wat een podcast is. Niet, niet aan mijn eigen leeftijdsgenoten, uh, maar vooral mensen die nou, rond de 50 zijn of ouder, moest ik eigenlijk altijd wel uitleggen wat een podcast is. En nu vraag ik het altijd nog, omdat het automatisch uh, in mijn vragen zit: uh, weet je wat een podcast is? En ik krijg eigenlijk nooit meer een nee te horen nu. Dus dan zie je al dat verschil dat eigenlijk iedereen nu al weet wat een podcast is hier. Dat betekent dus ook dat er steeds meer luisteraars zijn. En meer luisteraars betekent ook dat er meer podcasts mogen zijn. En ja, er zijn misschien wel veel podcasts, maar ja, je hebt maar één podcast die van jou is. Dus ja, in die zin kan je eigenlijk ook nooit zeggen dat er al te veel podcasts zijn, want er is er maar één van jou. Niemand kan jou daarin nadoen. Jij kan niemand daarin nadoen, want. Niemand kan dat kopiëren. Jij hebt je eigen stem, je hebt je eigen toon of voice, jij hebt je eigen verhaal, wat niemand anders heeft. En jij hebt kennis, wat ook niemand anders, precies diezelfde kennis, in combinatie met jouw verhalen heeft. En dat vind ik ook echt het meest fantastische aan podcast: dat er gewoon zo ontzettend veel kennis wordt gedeeld en verhalen worden gedeeld met de hele wereld eigenlijk. Het is zo makkelijk om nu. Je kennis te delen met mensen die je helemaal niet kent, maar ook dus kennis uh, op te nemen van mensen die je nog nooit hebt gezien. Dat wij in deze tijd zoveel met elkaar mogen delen op zo'n makkelijke manier, ja, dat is toch gewoon fantastisch. En ja, als we het dan ook vergelijken met hoe dat vroeger was, dat er heel veel taboes waren en dat er over heel veel dingen gewoon niet gesproken werd. Dat heel veel mensen zich eigenlijk heel erg eenzaam voelden, omdat ja, je niet wist of andere mensen die dingen die jij zo ervaarde, ook zo ervaarden. Ik heb dat zelf ook heel erg zo ervaren toen ik terugkwam van het reizen en me eigenlijk helemaal niet goed kon settelen hier in Nederland, dat ik me heel erg eenzaam voelde. Ik voelde me echt een verwend nest, omdat ik dacht, ja, dan heb je zulke mooie reizen gemaakt en dan ben je terug en dan kan je niet happy zijn dat je weer terug bent. En ik voelde me daarin zo alleen, omdat niemand me echt leek te begrijpen. En in de podcast hoorde ik dan, ja, ik voelde me zo verbonden met de podcaster, omdat die dat hetzelfde had ervaren, omdat die mij wel begreep. En ja, juist daarom geloof ik ook zo erg in de kracht van podcasten. Mensen voelen zich zo erg verbonden met de podcaster. En juist naar die verbinding zijn we zo erg op zoek. Op Instagram zien we alleen maar de perfecte plaatjes en iedereen heeft een fantastisch leven. En iedereen is altijd maar op reis en maakt de meest fantastische foto's en filmpjes. Waardoor mensen zich eigenlijk alleen maar eenzamer gaan voelen. Dat is ook echt een ding onder de jongeren: dat ze alleen maar zien dat mensen dat perfecte leven leiden. En ja, zij hebben dat niet. En ze kunnen niet meer inzien dat dat alleen maar die, die mooie plaatjes zijn voor Instagram. En juist met je podcast kan je daarin echt iets betekenen voor mensen. Door jouw verhaal te delen, door het eerlijke verhaal te delen met je luisteraars. En dat gaat zorgen voor een band. En ja, dat is gewoon wat je als ondernemer wel echt nodig hebt. Want niet alleen in de podcastwereld heb je meer concurrentie, maar ook als ondernemer, als je online ondernemer bent, dan heb je ook nu veel meer concurrentie. Dan een aantal jaren geleden. Hè. Veel meer mensen ontdekken het online ondernemen en ja, gaan het ook doen. Dus ook daarin heb je steeds meer concurrentie en is het heel belangrijk om jezelf te laten zien en jezelf te laten horen, je authentieke zelf te laten horen aan je potentiële klanten. Want we weten ook dat heel veel mensen ondertussen een ja, ja, investering hebben gedaan waar ze spijt van hebben. En dus veel voorzichtiger zijn met het doen van investeringen. Ik bedoel, de coaches bijvoorbeeld schieten nog harder de grond uit dan de podcast. Dus daarin is het zo belangrijk dat je laat horen wie jij bent, hoe jij denkt, wat je doet, hoe je werkt. Want op die manier bouw je het vertrouwen op en zorg je ervoor dat mensen makkelijker met jou willen samenwerken, omdat ze die vertrouwensband al hebben door je podcast. Dus nou de vraag, uh, ben ik te laat om een podcast te starten of om het te focussen op de groei van mijn podcast? Nee, je bent zeker niet te laat. Sterker nog, er zitten mensen op jou te wachten. Wel is het zo dat het groeien uh, ja, minder makkelijk zal gaan dan een aantal jaren geleden. Maar ja, dat is net als op Instagram. Je zult er iets meer moeite voor moeten doen en ja, wel met een goed plan moeten komen. Je zult wel moeten weten op welke dingen je moet focussen om je podcast te laten groeien en om er bovenuit te komen. Maar ja, daarom luister je naar deze podcast natuurlijk. En daarvoor heb ik ook mijn trajecten. Dus als je daar verder mee wilt, dan kun je ook altijd nog bij me aankloppen. Maar het is zeker niet te laat. Dus maak jezelf dat alsjeblieft niet wijs. Want dat is zo zonde. Ik denk dat je als je ergens je op gaat focussen. Dat je je veel beter op je podcast kunt focussen dan op een social media kanaal. Omdat we juist zo erg op zoek zijn naar die verbinding met mensen. En dat is wat we vinden in podcasts.